John de Wolf, de beste, de gelukkigste of de slimste? Ja, ik denk dat je het alle drie mag noemen. De gelukkigste, de slimste en de beste. Ja. Want als je de wedstrijd doorloopt, wat voor gevoel hou jij daaraan over? Goed gevoel, want we hebben gewonnen. En het gaat om winnen, die wedstrijden. Het begon spectaculair, grote kans, Quick Boys, maar gelijk in de omschakeling maken we gelijk al de 1-0, eerste helft. Daarna waren we een beetje slordig, de tweede helft, of de eerste helft nog in de eindpaas. Maar we kwamen wel een paar keer goed door. Schiet nog een bal onderkant lat. Ik denk dat het cruciale moment is net voor de rust, dat Quick Boys, dat we een bal van onze eigen doellijn afhalen. In de tweede helft was het geen goed voetbal, maar een gevecht. Op leven en dood, voor allebei de partijen. Gelukkig maken we net voor tijd de 2-0 toen was de wedstrijd wel gespeeld. Cruciaal is ook zo ongeveer de eerste 23 seconden waarin je dus een penalty krijgt. Je spits geeft eerlijk toe, het was helemaal geen penalty. Hoort dat er ook bij? Dan moet ik eerst de beelden zien, ik weet het niet. De scheidsrechter beslist daarin. Hij zegt het zelf? Dan moeten we hem geloven. Dat is slim. Maar dan kom je wel gelijk op voorsprong. Dat is een lekker begin, dat is een goed begin. Maar heel deze entourage, jongens, dit is wat het zaterdagvoetbal is. Twee grote clubs met twee grote supporterscharen. Gezellig rondom het veld. De beide ploegen aanmoedigen. Strijd in het veld. En daarbuiten geen wanklank. Ik moet zeggen, ik heb ook genoten zowel binnen de lijnen, hè, van de twee teams die er alles aan deden om te winnen. Maar ik heb ook genoten van de twee grote supporterscharen die constant en vol voor hun team gingen. Jullie zetten hiermee Quick Boys op 9 punten achterstand. Is dat de verhouding momenteel? Dat jullie gewoon er een beetje bovenuit steken wat Quick Boys betreft? Daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Want we hebben twee weken geleden een goede slag geslagen met Jong Almere. Daar wonnen we met 1-4 en die wedstrijd daarna verloren we voor de tweede keer dit seizoen van Odin. Dat waren ook overigens de enige twee wedstrijden die we verloren hebben. Wij doen het hele seizoen al top 2. Net voor de winterstop hebben we de koppositie overgenomen. We zijn er nog niet, het duurt heel lang. Maar het is wel een teken dat we op de goede weg zijn met elkaar. Blijf jij na dit seizoen ook bij Spakenburg? Ja, ik heb voor 2 jaar getekend. En jij hebt geen twijfel over andere uitdagingen die op je pad kunnen komen? Nee, dit is een mooie uitdaging. Ik rij elke dag als ik hierheen moet met vol energie, vol plezier. Om met een hele mooie groep te werken, met een mooie staf, met een goede staf. We zijn pas 6 maanden bezig. Hè. We zijn met een hele nieuwe groep begonnen. Een hele nieuwe staf, een heel nieuw bestuur, technische commissie. Maar met 1 doel vanaf dag 1 en dat is promoveren. Ik zeg ook net tegen die gasten, dit zijn momenten dat je er ook wel van mag genieten met elkaar. We leven maar van wedstrijd naar wedstrijd naar wedstrijd naar wedstrijd. Als je net die gasten in de kleedkamer met elkaar om zag gaan. Er moesten twee jongens moesten een lied zingen, want die hadden gedebuteerd vandaag. Een eigen jongen. En Nathaniel Wil en Michel Gozes binnen de club, een jonge jongen. Ja, als je dan ziet hoe die gasten tekeer gaan met elkaar. En dat is goed voor de teambuilding. Maar nogmaals, volgende week wacht Maghreb. Ik heb wel gezegd, ik heb ze vandaag beloond. Maandag mogen ze vrij zijn. Want de inzet was tomeloos, dat moet ik zeggen, van beide partijen ook. Van Quick Boys ook, moet ik zeggen. Het was een mooi gevecht. Maar ik ben heel blij dat we gewonnen hebben.